Hey, hoi, Petra van www.businessdiva.nl hier. Vind jij het soms ook zo lastig om je leven te veranderen? Of heb je het idee dat dat niet kan, of dat niet lukt, of dat je daar heel veel dingen voor moet ondernemen voordat dat echt gebeurt? Tegendeel is waar. Het enige wat je nodig hebt, is de keuze te maken dat jij je leven wilt gaan veranderen. Dat is echt het allereerste begin. Doe je die niet, maak je die keuze niet, dan verandert er niks. En dat bedoel ik niet dat je een wil maken, de keuze. Zo van, nee, ik ga het doen. En ergens in jou zit nog zo'n stemmetje van, maar oké, voor de buitenwereld wil je het doen. Of hè, wat je reden dan ook is. Ik zie het bijvoorbeeld vaak als mensen gaan lijnen. Lijnen is überhaupt ongezond voor je lichaam. Hè. Je kan beter langzaam afvallen met goede producten. Maar dat even terzijde. Maar die nemen zich voor om te lijnen, terwijl ze het eigenlijk niet willen. Ja, tuurlijk willen ze slank zijn. Maar om dat op te geven waar ze hun reden voor hebben om op te eten elke dag, dat willen ze eigenlijk niet. Nou, dat is niet echt kiezen. Weet je, dat verlangen is te klein. Dus als jij echt gaat kiezen, als je echt je verlangen gaat voelen van dat is wat ik wil, dan ga je echt kiezen. En dan beloof ik je, dan gaat de verandering makkelijk en moeiteloos op start komen. Want dan is er niks meer in jou die denkt van, oh nee, dat wil ik niet. En je laat je niet meer afleiden. En op het moment dat je dat wel laat doen, hè, want dat gebeurt, want we zijn mens, dat is helemaal niet erg. Dan heb je jezelf binnen no time weer terug op daar waar je wil zijn. Dus, als je echt je leven wil veranderen, besluit dan nu met hart en ziel om echt te gaan veranderen. Meer heb je niet nodig. Dankjewel voor je tijd en je aandacht. Heb je vragen of een opmerking? Laat het even hier beneden weten. En mocht je deze video willen gebruiken voor je social media of in je nieuwsbrief of wat dan ook, wees welkom. Dankjewel voor je tijd en je aandacht. Oh ja, heb jij mijn minicursus eigenlijk al? In 7 stappen naar financiële vrijheid? Als je die nog niet hebt, meld je dan even bovenaan op de site aan. En binnen enkele minuten ontvang je mijn eerste mail. Okay.